Het is donderdag 19 juni. Hartelijk welkom bij Rijnmond Nieuws. Rotterdamse wethouder zet jeugdconsul in na mishandeling scholieren. Vriendinnen vangen met succes de onzichtbare daklozen op en... De parade heeft de tenten weer opgezet in Rotterdam. En het weer voor morgen. Vrijdag zijn er wolkenvelden, maar in de loop van de dag breekt ook zo nu en dan de zon door. De matige wind komt uit het noordwesten en de maximumtemperatuur op 17 graden. Wethouder De Jonge schakelt de jeugdconsul van de gemeente Rotterdam in na de mishandeling van een meisje bij het Thorbecke College. Gisteren dook een filmpje op waarin te zien is dat het meisje meerdere keren onderuit wordt geschopt door een klasgenoot. De wethouder wil dat de jeugdconsul uitzoekt wat er precies gebeurd is. De school zegt dat het onmogelijk was om de mishandeling te voorkomen. Dit filmpje werd maandagmiddag gemaakt door een leerling van de school. Mijn hoofd klapte zo hard, ik werd helemaal duizelig. Toen ben ik gewoon opgestaan. Ik weet niet meer wat ik deed, ik heb hem geschopt, ik heb hem geslagen. Moeilijk was het wel, want ik had echt last van mijn arm en ik had last van mijn hoofd en ik weet niet meer wat ik deed. Klasgenoten zeggen dat de ruzie al in de klas begon, omdat de een niet naast de ander wilde zitten. Ze zocht al eigenlijk een beetje problemen met die jongen op in de klas. Ja, en uiteindelijk, ja, die jongen had er genoeg van. Ze schoot hem uit, had hem bijna van de trap geduwd. Ja, en die jongen werd een beetje zat. En ja, greep hij zijn kans buiten. En ik zeg dan, wie de bal kaatst, krijgt hem teruggekaatst. Ze heeft het zelf opgezocht. Het is wel een beetje uit de hand gelopen, okay, maar ze is echt zelf mee begonnen. Maar het meisje zegt dat ze al anderhalf jaar geleden bij de school heeft aangegeven dat ze gepest wordt. Zo vaak heb ik dat op school gezegd, maar nooit hebben ze er wat aan gedaan. Nu zegt ze van ja, sorry dit, omdat er bewijs is en de media komt ertussen. Ja, dan ineens gaan ze wel rennen, maar wanneer er alleen wat van gezegd wordt, doen ze helemaal niks. En dat vind ik echt kut. De directie van het Thorbecke Lyceum verklaarde vanmorgen op Radio Rijnmond dat de mishandeling niet te voorkomen was door de school. Er waren geen problemen bekend tussen de twee en het gebeurde buiten de school. De leraar had al lang in moeten grijpen, want dit is al begin van het jaar al bezig met gepest in de klas en zo. Zij is als enige meisje zit zij in de handelklas met allemaal jongens. Ja, de docent had al lang in moeten grijpen. Wethouder De Jonge van Onderwijs wil nu dat de jeugdconsul, de hoogste instantie van de gemeente als het gaat om jeugdproblematiek, uitzoekt wat er gebeurd is. Geweld is in alle gevallen onacceptabel. Leerlingen en leraren moeten zich veilig voelen in en om school. Duidelijk moet worden wat de voorgeschiedenis is geweest en of er eerdere signalen waren en of er lessen zijn te trekken voor specifiek deze school en het verdere onderwijsveld. De jongen die schopte is op school geschorst en aangehouden door de politie. Een anonieme weldoener heeft de Wednesday Night Skate gered. Hierdoor kan het evenement deze zomer toch doorgaan. Nadat de hoofdsponsor zich had teruggetrokken en crowdfunding slechts 4200 van de benodigde 37.000 euro opleverde, meldde zich een weldoener. Hij doneerde het resterende bedrag. Deze Rotterdammer wil anoniem blijven, maar zegt wel dat hij tijdens de skateavonden een lekker biertje komt drinken op de Binnenrotte. De eerste Wednesday Night Skate is 30 juli. Ze zijn weer neergestreken in het Museumpark in Rotterdam. De artiesten van de parade met hun karakteristieke theatertjes. Vanaf vanavond 6 uur tot en met volgende week zondag zijn er allerlei verrassende voorstellingen. Kan er weer heerlijk gegeten en gedronken worden. En vergeet de zweefmolen niet. Hier kun je je gewoon gratis laten opwarmen voor een fantastisch theaterseizoen van de parade 2014. Tada! De schoorsteen in de Witte de Witstraat is de vervanging voor de straatparade die normaal de parade aankondigt. En de schoorsteen rookt al lekker en is dus klaar, maar dat is op het festivalterrein wel anders. Daar wordt nog hard gewerkt. Een van de artiesten die nog bezig is met haar tentje is Jorien Berger. Zij maakt de voorstelling Super, hoe pech het nieuwe geluk is. En het wordt dus eigenlijk een soort van TED-talk-achtige lezing, is de bedoeling. Met een niet al te handig personage die dat dan uit gaat leggen. We hebben nog 4 uur te gaan, dan is het... Dank je dat je het hebt gezegd. Gaat het wel lukken? Nou, dat is heel spannend. En dat moet wel. Ja. Dus ja. Het moet gewoon. En anders is pech het nieuwe geluk, toch?
Tijdens deze editie van de parade is er meer dans te zien dan voorgaande jaren. En er is rekening gehouden met de sportzomer waar we middenin zitten. Ja, we hebben de sportmonologen van Xaga. Dat is ook de openingsvoorstelling in Rotterdam. En daar komen allerlei sporters hun verhaal doen. En het is heel spannend, want je weet eigenlijk niet precies wie er op welke avond komt. Maar we houden er zeker rekening mee. Ja. Ook is er uiteraard weer aandacht voor het eten. Wat moet er allemaal nog gebeuren? Volgens mij van deze lijst denk ik nog dit ongeveer. Hoe laat is het nu? Ja, het is 2 uur geweest. Dan moeten we nog even door. En zometeen in deze uitzending. Vrouwen die vrijwillig daklozen helpen zijn als tweede moeders voor hen. Als ik even begin te stressen met iets en ik kom er niet uit, dan klop ik op haar deur en dan is het van, wat is je probleem? Hoe gaan we het oplossen? Straks een uitgebreide reportage. Na de kluswoningen zet Rotterdam de klusscholen in de verkoop. Belangstellenden kopen een leegstaande, verwaarloze school van de gemeente en daar kunnen ze hun eigen droom realiseren. De eerste klusschool staat in Rotterdam-West en binnenkort gaat er ook in Rotterdam-Noord een schoolgebouw in de verkoop. Ja, het is een flink project wordt het. En er komen 6 woningen komen er in totaal in. En er moet best wel wat gebeuren om zeg maar een woning van te maken. Het zijn prachtige ruimtes, maar het was een school natuurlijk en straks moet het een huis worden. Veel werk, maar wij zijn optimisten. Dat moet je ook zijn als je met zo'n project begint. Het gaat prachtig worden. Als school doet dit pand uit 1912 al jaren geen dienst meer. En het is het eerste grotere vastgoed dat de gemeente Rotterdam aan particulieren heeft verkocht. Toen wij hier voor het eerst waren, dat was ongeveer 1 jaar geleden, werden we meteen verliefd op die mooie hoge ruimtes. En we zagen gelijk mogelijkheden om hier een fantastische woning in te maken. De gemeente ziet brood in particuliere initiatieven die rotte kiezen in de wijk opknappen tot parels. Eerst met klushuizen, maar die raken op. En nu dus met grotere klusprojecten. Nu is de stap genomen om naar grotere gebouwen te gaan. Dus scholen, kantoren, misschien zelfs fabrieken. En dat is een spannende ontwikkeling. Voor een klusschool moet je wel als groep in het avontuur stappen. Wij kopen gezamenlijk deze school. Gaan deels verzamelijk verbouwen en deels individueel. Dit scoor je niet meer voor een prikkie, wel een zachte prijs. Binnenkort gaat in Rotterdam-Noord deze oude vervallen school in de verkoop. En er liggen al kapers op de kust. Terwijl er ook tientallen appartementen in de moderne woontorens leeg staan. Maar wij vinden het juist heel mooi om goed gebruik te maken van de oude bestaande gebouwen. En die woontorens, dan heb je een klein balkonnetje, heb je wel een fantastisch uitzicht, maar wij hebben een mooie binnentuin. Even terug naar gisteren, want woensdag deed onze WK-toekan een juiste voorspelling. Winst voor Oranje tegen Australië. En hiermee kreeg de reuze toekan Chiquito uit Blijdorp voor de 2e keer gelijk. Eerder voorspelde hij al de overwinning op Spanje. En of Oranje aanstaande maandag ook Chili gaat verslaan, blijf nog even afwachten. Dat maakt Chiquito in onze uitzending van zondag bekend. Tegen 3 verdachten van een overval op een juwelier in Schiedam is 8 jaar cel geëist. De overval vond eind vorig jaar plaats in het Hof van Spaarland in Schiedam. Tijdens de vlucht van de overvallers werd een omstander in zijn been geschoten. De 3 verdachten hebben bekend en uitgebreid excuses aangeboden. Op de redactie rechtbankverslaggever Paul Verspeek. Paul, de overvallers hebben spijt, maar waarom hebben ze het dan gedaan? Geldnood, zeggen ze. Hun verhaal is het volgende. Het zijn 3 mannen uit Bosnië, waren naar Nederland gekomen om auto's of auto-onderdelen te kopen. En hier zouden ze zijn opgelicht. En door die acute geldnood waren ze dan op het idee gekomen om een overval te plegen. Want ze hadden geen eens geld om de terugreis te betalen. En toen zei een van de verdachten, ja, we zijn eigenlijk jong en dom geweest. En het verhaal wat ze vertelden werd geloofwaardig bevonden?
Nee, je kon merken aan zowel de rechter als de officier van justitie dat hij toch wel wat kanttekeningen wilde plaatsen bij die excuses en dat verhaal. Die overval lijkt bijvoorbeeld behoorlijk gepland. Bewapend, gemaskerd, alle drie de mannen hadden maskers voor. Een taakverdeling, één op de uitkijk, de tweede gaat naar de vitrine, breekt het open voor sieraden, de derde gaat regelrecht naar de kluis. En ja, waren ze wel zo naïef, want ze hadden een fix strafblad. Bijvoorbeeld bedreigingen, mishandelingen, diefstal, wapenbezit, wapenhandel, drugs. Dat hebben ze allemaal in de afgelopen jaren op hun konto staan. Dus ja, de zitting maakte toch wel duidelijk dat je vraagtekens kan plaatsen bij hun beeld, wat ze van zichzelf gaven als jong, dom, naïef en een beetje bleu. 3 juli is de uitspraak. Dankjewel, Boven Speek. Vinyl is bezig aan een heuse comeback. We leven in een computertijdperk waarin platenzaken ten onder gaan aan het downloaden van muziek. Maar die goede oude platen komen weer helemaal terug. De pick-up is hot. Zo merkt ook verslaggever Sanne Tijn vanmiddag op de platenbeurs in Dordrecht. We gaan gewoon weer opnieuw helemaal terug in de tijd. Toen ik er 15 jaar geleden mee begon, dan stonden er echt, zonder dus al te degenereren te zijn naar een bepaalde groep mensen, alleen maar oudere mensen met linnen tasjes op de borst. En die waren singeltjes aan het zoeken voor de jukebox of een singeltje wat ze nog nodig hadden wat ze voor hun verzameling compleet te maken. En nu zie je gewoon weer leuk jonge lui aan de kraam. Dat is gewoon hartstikke leuk natuurlijk. Gewoon het idee dat je echt iets fysieks vast hebt, dat vind ik al veel... Dat vind ik sowieso al veel leuker. Het is gewoon leuk om te hebben, leuk om in je handen te hebben. En, ja. Je ziet iets, ja, precies. Je hoort iets. Ja. En mooie artwork op die platenhoezen. En de prijs? 50 cent, dus dit kan ik zou ik wel halen. Ik kan niet vertoppen. Nee, zeker niet. Er zijn hele goede digitale bestanden. Er zijn hele compacte geluidssystemen, dus je kan net zo goed digitaal gaan draaien. Maar vinyl is leuker. Het is gewoon zo leuk om een plaatje te draaien. Dat zijn toch de dingen die het leven leuk maken, die de jus aan het leven geven, zeggen ze toch. En op de redactie Dennis van Eersel. Dennis, gisteren zagen we het Nederlands elftal winnen van Australië, maar we waren ook getuige van de val van Bruno Martins Indy. Hoe is het afgelopen? Hij had een hersenschudding opgelopen, die verdediger van Feyenoord. Moest ook de nacht doorbrengen in een ziekenhuis in Porto Alegre, terwijl de rest van het Nederlands elftal al terugging naar de thuisbasis in Rio de Janeiro. Het lijkt allemaal relatief gezien mee te vallen voor Martins Indy, die wel de laatste groepswedstrijd tegen Chili moet missen, omdat hij een weekje aan de kant staat. Misschien is hij er in de 8e finales alweer bij, misschien ook niet. En dan naar het CHO in Kralingen, waar de Nederlandse dressuurploeg een goede start heeft gemaakt, Dennis. Ja, met overmacht werd de landenwedstrijd voor het Nederlandse dressuurteam gewonnen. Een score van ruim 79 punten werd neergezet. En de nummers 2 en 3 die kwamen eerst de grens van 70 voorbij. De beste prestatie van Oranje kwam op naam van Adelinde Cornelissen, die met Parzival tot een score van 81-480 kwam. Ook Hans-Peter Minderhout, Edward Gal en onze Rotterdamse Danielle Heikoop kwamen succesvol in de ring. Denemarken en Zweden volgden op gepaste afstand van het Nederlandse team op plek 2 en 3. Ook in het individuele klassement is het Oranje boven. Cornelissen staat er bovenaan, gevolgd door Gal, Heikoop en Minderhout. Nou, straks veel meer beelden van de paardensport daar in Rotterdam-Kralingen in een nieuwe aflevering van ons dagelijkse programma dat we deze week maken, CHIO-TV. Dankjewel, Dennis van Eersel. Onzichtbare daklozen. Het zijn mensen aan wie we dit op het eerste gezicht niet zien. Vaak overnachten ze bij vrienden, in bouwketen of in tentjes in het bos. De vriendinnen Jolanda Groeneweg en Hanny van der Spoel uit Rotterdam konden dit niet langer aanzien en besloten een stichting op te richten. Met succes. Ik ben binnen, ik heb mijn eigen plekje. Ik kan mijn tv aan- en uitdrukken wanneer ik wil. Ik kan mijn geluidinstallatie aanzetten wanneer ik wil. Nou, je hebt eigenlijk alles voor jezelf. Kennedy is 28 jaar oud. Hij zwierf 2 jaar lang op straat vanwege schulden. Sinds kort heeft hij via Op Weg Naar Huis, de stichting van Jolanda en Hanny, onderdak gevonden in een antikraakwoning.
In Nederland hoef je toch niet dakloos te zijn? Dat zeggen heel veel mensen, maar dat is onzin. Dat is onzin. Als je niet weet welke routes je moet bewandelen, dan word je van de ene kast naar de andere kast gestuurd. En dan zegt de gemeente zegt je weer van nee, je kan daar aankloppen. Dan klop je daar aan en dan zeggen ze weer tegen jou van nee, sorry, we kunnen je niet helpen. Je moet weer naar de gemeente. Kennedy krijgt sinds een maand begeleiding van Op weg naar huis. Twee vrouwen met een parttime baan en een gezin ontfermen zich in hun vrije tijd en met eigen geld over daklozen. Ik kom mensen tegen die in een tentje wonen, mensen die in een tuinhuisje wonen, mensen die in een bouwkeet wonen. En zoals je ziet is het nu lekker weer, maar je wilt toch niet eraan denken hoe het is als ze in de winter in een tuinhuisje of in een bouwkeet verblijven. Op weg naar huis werd 4 maanden geleden opgericht en begeleidt inmiddels 30 cliënten. Naast het vinden van onderdak worden daklozen geholpen met administratie. Vandaag wordt Kennedy ingeschreven bij de gemeente. Hartstikke bedankt voor de tijd. Nog een fijne dag. Oké. Doei. Op weg naar huis werkt zonder subsidie. Geld voor een kantoor is er niet. Intakegesprekken worden gehouden in fastfoodrestaurants. De cliënt met wie Jolande een afspraak heeft, durft niet herkenbaar in beeld. Die vriendin waar ik nu bijvoorbeeld zit, ja, dat heb ik heel slim gedaan. Maar ja, als je eenmaal een keer met een seks hebt, dit, dat blijft blij. Je krijgt ruzie, je gaat botsen en dan dit en dat. En dan gaan ze je lastigvallen, dit en dat. Dat moet je niet hebben natuurlijk. Oké, okay, dus die klik heb je zelf in jouw salon gezet? Ja. Oké, okay. Ja. Maar wat zou je willen? Want ik kan me voorstellen, nu verblijf jij dan bij vriendinnen. En je wil een plekje voor jezelf alleen. Juist, klopt. Je bent niet verzekerd? Nee. Dus dat moet ook opnieuw aangevraagd worden. Andere mensen die gaan met een vriendin winkelen of naar de sauna. Ja, wij vinden dit fijn. Wij vinden het fijn om iemand te helpen. Trekt dit geen zware wissel op je eigen leven? Nee, want anders zou ik het niet doen. Ik zou nooit mijn eigen gezinssituatie daarvoor op het spel zetten. Als ik even begin te stressen met iets en ik kom er niet uit, dan klop ik op haar deur en dan is het van, wat is je probleem? Hoe gaan we het oplossen? Het is een heel nieuw persoon. Dit is een hele andere jongen dan 4 weken geleden. Het geeft ons wel een kick, een heel, gewoon fijn, een drive om door te gaan. Dat is eigenlijk net een tweede moeder eigenlijk. Een tweede moeder van me. En dan iets heel anders, een eigen glossy maken. Dan moet je wel iets in je mars hebben. Nou, dat klopt. De 15-jarige Anouk Groenendijk uit Papendrecht heeft een eigen blad. De Anouk. Helemaal bijzonder is het omdat Anouk lichamelijke beperkingen heeft. Anouk lijdt aan de aangeboren ziekte van Pompe. Zij kan alleen haar kin en ogen bewegen en een heel klein beetje haar duim. Maar geestelijk markeert ze niets. Anouk spreekt via haar spraakcomputer die zij bedient met haar kin. Ja. Anouk die was meen een jaar of 8 toen kreeg ze deze spraakcomputer. Nou ja, dat was voor haar, de wereld ging open, ze kon ermee gaan typen, ze kon leren lezen, leren schrijven. En dat ontwikkelde zich eigenlijk heel snel. En toen was met logopedie, waren ze eigenlijk aan het kijken van ja, wat kunnen we hiermee? En stukjes voor de schoolkrant schrijven, verslagen van sportdagen maken. En ze vond het eigenlijk allemaal zo leuk en ze deed het ook allemaal zo goed, dat ze zoiets hadden van ja, eigenlijk moet ze verder, ze moet meer. En dan heb je de Linda, je hebt de Jan. En toen kwam het idee, dan komt er ook een Anouk. Het zijn onderwerpen wat in Anouk de directe belevingswereld allemaal rondom haar afspeelt. En wat ze leuk vond om over te schrijven. Ja. Ja. Anouk, kan je aangeven wat je het leukste vond? Anouk kan lichamelijk dus niet veel. Maar belangrijker is dat het schrijven van dit blad haar heel veel plezier brengt. Daar kan zij al haar creativiteit in kwijt. Ze vindt het interviewen van mensen heel erg leuk. En iedere vrije moment dat ze thuis is, was ze aan het werk aan haar tijdschrift. Het is voor haar een hele leuke dagbesteding. Die 4e editie, die verschijnt volgend jaar zomer. En dat was het. Meer nieuws vindt u op onze site rijnmond.nl. Ik wens u nog een hele fijne dag verder.